natuurlijk wel handig als ik ook spreek, of niet? Ik was even vergeten dat ik iets vergeten was neer te zetten. Oeps. Hey Flareon Games, hoi Snicker. Ik kijk heel eventjes in de rest. Dat vergeet ik heel vaak. Even kijken hoor. Poef. Commander Root zie ik er tussen staan. Gezellig. Mumee, hallo. Hey Stevie-man. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Nee, het laat duurt al heel erg lang. Ik weet dat het is traditie dat ik er heel erg boos naar kijk. Maar ik zie nu niet echt het nut om nou heel boos naar... Is te ver weg, hè? Proberen. Ja. Yeah. Oké. Okay. All primary systems online. Nou, dat is fijn. Oh ja, dit was mijn kantoortje. Ik weet weer waar we zijn. Dit is mijn kantoortje. Dat is leuk, want we moeten heel eventjes even wat stuff halen. Is die even naar boven? Volgens mij verliezen we stroom. Daar eens even mee beginnen. Maar in ieder geval, hallo iedereen. Good news everyone. En hallo iedereen. Zo, eten we daar gewoon op. I don't care. Who's meters? Ik hoop leuk, ik hoop goed. Dus, goed, wat is dit voor spel, want dan weet ik een beetje waar ik aan het kijken ben. Dit is het spel, wij zijn gecrashed op een onbekende planeet, voornamelijk een oceanenplaneet. We hebben alleen maar een oceaan op het moment tot ons beschikking, waar dat we dus weten waar dat we zijn. We willen hier proberen te ontkomen, een reddingsschip is al gekomen, maar vanwege een of ander gebouw wat op een van de eilanden stond, is dat neergeknald. Want blijkbaar hebben wij een ziekte bij ons, waar we eerst van moeten genezen. En daarna kunnen wij eventueel van het planeetje af. Het speelt zich voornamelijk af onder water. Zoals je kan zien, we zitten op dit moment 176 meter onder zeeniveau. Dus... Ja, dat is best wel diep. We moeten dus proberen te overleven. Het is een hardcore, ook nog eens een keertje. Scanner room, ja, die ken ik weer. Ik heb eventueel, dat is mijn waterstaf. Volgens mij had ik op mijn kantoor ook ondertussen voor gezorgd dat wij een soort van... Het is de andere... Dit is mijn basis trouwens. Just have to keep calm. Nobody explodes. Hebben we trouwens nog power cells? En waar gaan we als eerste naartoe? Want we hebben dus natuurlijk de Aurora, we hebben dat. Wacht eventjes, was dat niet een van de nieuwste dingen waar we dat we... Nee, dat is die Dryland, daar zijn we al geweest. Waren er niet nog meer meldingen waar dat we naartoe konden? Camera drone. I don't think so. Enough! Oh ja, en je hebt ook nog eens een keertje tot we jouw naam misschien op een lokker neer kunnen zetten. Dat is wel gezellig. Ik moet mijn camera eventjes wat lager zetten. Oh, dat is wel beter. Goed. Ik zit wel eventjes te denken, waar willen wij naartoe? Sowieso naar die ene... Sowieso als ik op mijn map kijk, willen we dus naar het... Even kijken, wij zitten daar. Wij willen naar het zuidwesten. Denk ik. Maar eerst wil ik wel even kijken of wij nog wat power batterijen hebben. Wie had eigenlijk... ik weet dat onze Belgian Wolf is namelijk van de medkitjes. En ik wil zeker een medkitje bij me hebben. Jij bent van de batterijen. Je hebt gewone batterijen. Jij hebt geen super batterijen. Oh, dat was ik. Dat is waar ook. Hmm.
Ja, de man, die hebt de batterij inderdaad. Dat is ons Bubblebase. Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig om Aquamente op te upgraden? Ja, het is nou nacht trouwens, Snickers. Dus niet dat je denkt van, oh, dit spel is super donker. Daarvoor hebben we zaklampjes, maar Welcome aboard, Captain. All systems online. Dan onze portable stuffs. Duidelijk. Power cells, ja, sorry. Maar onze Cyclops, die ken nog niet echt. Even kijken, Cyclops Depth Module. Eén hebben we al. Wat zou twee zijn? Ik bedoel, we zouden al dieper kunnen met onze C-Mod. Met onze Wade 2.0 daar. Dus dat is een optie. Hoe vol is onze batterij nog? 69%. Oké, dan zijn er een paar leeg. Wacht eventjes, dan ga ik het heel eventjes fixen. Waar is mijn batterijlader hier? Jij zit nog vol, jij zit nog vol. Jij bent al aan het trainen. Jij bent leeg. Geef mij die pauze, zal maar eens eventjes. Dan doen wij die eens heel eventjes. Gaan we die heel eventjes oppoweren. Ik weet niet hoe lang dat duurt hoor. Sowieso moeten wij ook zien te kijken waar dat wij een nuclear power plant kunnen krijgen. Plus, we moeten dieper. We moeten echt veel dieper. Dus dat zijn ook nog eens een keer dingen waar we rekening mee moeten gaan houden. Dus, belangrijk, belangrijk, belangrijk. En hoor je die man. Dan wil ik eigenlijk niet dieper gaan. Ik vind het eng. Welcome aboard, Captain. Zijn alle systems nog online, Gladys? Ik noem je gewoon Gladys, ik weet niet, vind ik een leuke naam voor je. Even kijken. Hallo. Ja, deze is eventjes opladen voor mij. Ik ben er in ieder geval mee bezig, daar ben ik blij om. Die hebben het op 41%. Kunnen we hier ook iets in planten? Oh, grappig. Ken ik iets van... A-snack ready. Rice snacks. Handig. Kan ik ook op 1 drukken? Kijk dan iets anders. Dat is mix. Nice. Oké. Blijkbaar. Nou, even wegspoelen met mijn eigen angstzweet. Ik zit heel eventjes te denken, van waar willen we nu naartoe? Wat is nou de bedoeling? Wij willen namelijk dieper gaan. Maar ik denk dat het het beste is om heel eventjes langs ons gecrashed ship te gaan in verband met er was een code die we kunnen kraken nu, dus dat is eigenlijk best wel fijn om te weten dat we dat kunnen. Kennen wij ook Seamoth, power suit, torpedo's. Bij deze is het wel fijn dat hij per powercell batterijen vreet. Bij vrijwel alles moet je 2 volle batterijen hebben. Als je 1 volle en 1 leeg hebt, dan doen ze het niet. Ah! Oké. Weet ik niet. Oké, voor de plast... Oh, we hebben nickel ore nodig. Nickel ore is te vinden in de Lost Sea. Dat is heel diep. Zoals jullie al zien in de Tibetol, wij moeten heel erg diep. Ook nog even een fun fact. Ik ben als de doods voor vast te komen zitten onder water. Dus dit is ook nog eens een keertje dat ik dus best wel een beetje bang ben voor dit spel. Maar goed, dat zou de pret niet mogen bederven. Dus laten we gewoon eens even kijken of we een beetje plezier kunnen maken in dit spel. En waarom? Oh ja, omdat we power cell... We moeten echt een nucleaire zooi vinden. Ik weet niet meer precies waar dat die zit, maar... Laten we eerst eens even gaan kijken bij het wrak. Want we hebben dus een code gekregen. Als we gaan kijken bij de databanks, dan staat er hier ergens. Even kijken hoor. Time capsules hebben we gevonden. Smakelijk, Flareon!
If you're reading this and I'm long gone for this planet, don't get dehydrated and please take care of this these cuttlefish. Also bring a ton of... Achie! Sorry daarvoor. My final goodbye. I don't know why I'm going to make it off this rock. I disabled the gun. Juist. Okay, even kijken. Stond er niet? Codes and clues. Notes to self. Lab access. Here. High security. Before the last communications, Altera headquarters uploaded a set of blueprints to the Aurora's main computer. There's a high security terminal inside the captain's quarters, located behind the prom bay, from which the blueprint should be accessible. The code is blah blah blah. Daar moeten we naartoe. En waarom begin ik nou in één keer weer spontaan te niezen? Ik heb geen idee. Dus ondertussen dat die power cells al bijna vol zijn. Damn, dat gaat snel. Hoe is het eigenlijk met jullie? Jullie ook alles goed? Ik wil wel zeggen, jij ziet er een beetje dood uit. Maar je leeft nog, dat vind ik het belangrijkste. Goed, ondertussen dat die dus aan het opladen zijn. Nou ja, bijna al helemaal volgeladen zijn. Denk ik dat we gewoon even Wave 2.0 meenemen. En die kant op gaan. Misschien zelfs nog eventjes van Nickel kunnen meenemen. Even kijken. Ik weet dat Ivy Lover die had het eten en drinken voor ons bij zich. Dus laten we eventjes twee flesjes drinken meenemen. En zo te zien heb ik alweer naar mijn eigen gezeik zitten luisteren. Reclaim water, hoppakee. Ivy Lover, hadden we ook nog wat voedsel? Eentje. Die bewaar ik liever dan nog eventjes. Ze hebben nou gelukkig niet zo snel honger. Eens even kijken. Waar is Wade? Wade. Hoeveel stroom heeft Wade eigenlijk nog? Oh, die zit vol. Dan is het goed. Oké, dus eerst wat we willen gaan doen is... We willen dus richting ons schip. En niet te vergeten... We hoeven niet bang te zijn voor Leviathans. Want we doen ze gewoon zappen. Oké, laten we zelf even gaan kijken. Boop. Ik bedoel, serieus, we kunnen echt heel diep met deze. We kunnen nou 900 meter hiermee diep. Dat is diep. Ze wilden Zuidoost aanhouden. Hoi Belgian Wolf. We hebben... watermeloen, soort van. De. Wat is dit? Is dat weer een krietjerek? Oh. We hebben een nikkeloor nodig en ik weet waar we een nikkeloor kunnen vinden. Hallo. Dus. We gaan eerst gewoon heel eventjes kijken wat er in die beest daar is. En dan gaan we nikkeloor vinden. Dan nemen we gewoon de big... Paddy mee. Oh, de goede kant op. Denk het wel. Zuidoost toch? Moet je Zuidoost aanhouden? Oké, we gaan te ver Zuidoost. Oké, we moeten nu het zuiden aanhouden. Oké, richting het zuiden dus. Duidelijk. Ik vind dit niet zo leuk. Maar wat ligt hier beneden? Zijn we hier al geweest? Oh Jesus! Would you, for the love of your electrifying powers, niet dat doen? Alsjeblieft. Jongens, ik kan zappen. Ik heb Zapdos meegenomen. Wow, hoi! Wow. Repair. Snel.
Oké. Wat was dat? Ga eens weg! Dude! Serieus! Oké, pak dat ding. Het is hier gevaarlijk. Pak dat ding. Oké, iets wat niet nodig was. Oh, hij. Nou alweer zoveel schade. Oh boy, dit is niet goed. Kom op, kom op. Oké, richting het zuiden, richting het zuiden, richting het zuiden. Zuid is goed. Ik hoor die geluiden, ik vind die geluiden niet best. Oh, hoi. Hi. Nee, als je het niet heel erg vindt, liever niet. Als je het niet heel erg vindt, waar ben je? I don't care waar je bent. Nou, misschien toch wel een klein beetje. Laat je me in mijn rust nou? Oh. Belgium Wolf, dit is hardcore. Gaan we dood, dan zijn wij meer dan 25 uur gametijd kwijt. Dus, nee. Nee, dit spel heeft geen leuke game over screen. Ik denk dat het juist heel erg deprimerend zou zijn als dit een game over screen zou gaan geven. Oké, okay, Wade, jij wacht daar. Ik geloof niet dat er nou nog ergens die vuur uitgebroken is, maar er was gewoon die ene deur nog. Oh. I don't like this. I don't like this at all. Ik kan hier even zuurstof halen zo. Zo creepy. Oké. Kalm blijven. Ik haat dit zo erg. Waar zat die ruimte ook alweer? Gaat deze ruimte. Oh, I don't want to go here. Oh boy. Oh boy. I don't like this. Ik haat dit. Ik haat het zo erg. Oh jongens, I don't like this. Oké, okay, we zijn er door. Dit hele schip is behoorlijk groot. En dan bedoel ik echt extreem groot. Oh jongens, ik haat dat zo erg. Oh, ik wou dat ik Vaporeon bij me had. Ik hier gewoon even gewoon een keigrote Vaporeon plus had die hier boven klaar zou staan. Volgens mij was het hier ergens. Ik herinner me dat er hier namelijk ergens een deur zat. Captain's Quarters. Hier is het. We hebben het gevind. Oké. Okay. Wat was onze clue? Wat was de code? 2679. 2679. Oké. Okay. 2, 6, 7, 9. Hij is open. Ik ben gewapend met een repareerstokje. Wat is dit? Captain's Log. Extra medkitje, nice. Dit ook wel een miniatuur dingen wij hebben. Je hebt 225 zuurstof en het gaat heel langzaam weg. Je zal het prima zijn. Je zal wel prima zijn in het water. Daaf, het zal wel prima zijn in het water. Eventjes. Jongens. Op het moment dat ik vast kom te zitten, of dat ik ergens onder water
door nauwe gangen moet gaan kruipen. Ik ben onder water, ben ik echt claustrofobisch. Dus maakt niet uit of zou ik er echt permanent in vast kunnen zitten zonder dat er echt gevolgen aan zouden zitten of niet. Ik ben doodsbang. Ik ben echt doodsbang onder water. Ik weet het, Daaf. Integrating new PDA data. Oké. Okay. We hebben de Captain's Log. Heb deze nooit geluisterd? 12 crew, if you're reading... 12 crew. If you are reading this, then you have followed the automatic distress signal broadcast by the life pods on board computer. Spannend. Contrary to my orders, I have been forced to evacuate. Your orders are to disregard my safety and attempt to reach the designated rendezvous coordinates at the nearest landmass. I hope to see you there. Nou, die hebben we inderdaad meegekregen. Dat is geen enkel probleem. Loading program, blah 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 blah. You are experiencing quite alien backwater when the ship arrived here in the implodes. It must be the Arachnet kidney porches. Quick, what should we do? Farm alien plants. Search the ground. Niet echt veel boeiend. Zo te zien. Ik denk het wel dat we inderdaad met die blueprint onze eigen escape rocket kunnen maken. Er is alleen echter één klein probleempje. Op het moment dat wij dus proberen te ontsnappen, dan zal dat... Is deze leeg? Geen idee wat er... Ja, deze is leeg. Daar hebben we niks aan. Zijn hier al geweest? We zien wel. Maar dan zou dat geweer dus beginnen te schieten. En ja, als dat geweer eenmaal begint te schieten, dan hebben we een heel erg groot probleem. Dus we moeten dan eerst eventjes zorgen tot wij ervoor kunnen zorgen dat dat geweer niet meer afschiet. Dus, en dat geweer, dat kunnen we dus disablen. Alleen, blijkbaar zijn wij ook infected. Dus zegt het geweer van, ja sorry, maar je mag mij niet uitschakelen in verband met jullie zijn allemaal infected en jullie zijn allemaal gemeen en gevaarlijk. Dus zoek het even uit. En nou blijken er dus nog meer alien facilities te zijn die ons dus meer over deze ziekte zouden kunnen vertellen. En nou weten we tot de eerste de beste die we dus kunnen vinden is... Oh mijn god, ik moet weer even onder water. Als ik me niet vergis staat dat hier ergens bij... Alien facility. Er zit er eentje, de Disease Research Facility. Die zit op een diepte van 800 meter. Location cave system with extensive... Fossil Records, Southwest of Enforcement Platform. Zeg maar niet waar dat daar is. Waar dat is. Live specimens, bla bla bla. Dan zit er nog eentje op 1200 meter diepte. En daar kunnen we dus nou nog niet naartoe. Dus we willen eerst meer weten over deze ziekte. Voordat we dus nog iets verder zouden kunnen doen. Ik wil niet zijn. Ik wil niet zo echt niet zijn. Oké. Okay. That's it. Ik weet niet of hij te zien is. Hij is te zien. Mooi. Ik pak heel even een Vaporeon bij. Want je wolf die was gemeen. En dat was een dubbel Eevee geluid. Blijkbaar. Dankjewel voor de schrik, Belgian Wolf. Misschien moet ik die disable als ik Subnautica ga spelen. Echt waar? Nee. Blijf jij maar hier liggen, jongen. Blijf jij maar dicht bij me. Oh. Bedankt voor de donatie, Belgian Wolf. Oh boy. Nee, het gaat. Ik heb Vaporeon bij me. I'm okay. Drive room Seamath Bay. We hoeven niet naar Seamath Bay, we willen naar de uitgang. Oh.
Oh, fijn. Goed, dat gaat hem dus niet worden. Want we hebben geen brandblusapparaat. Ik wil echt niet weer door die kabels heen. En zeker niet met Belgium Wolf die er dan nog eens een keertje bij zit. En me ook nog eens een keertje kan laten schrikken. Belgium Wolf, dat was niet aardig. Volgens mij kan je... Kom op. Moet omhoog gaan. Ik heb Vaporeon bij me hoor. Vaporeon vindt jou ook eigenlijk heel erg lief. Het is hier wel heel erg donker. Vind je dat niet? Poink, poink. Ik weet dat jij het goed getimed vindt. En dat was het ook. Jokes aside, het was heel erg goed getimed. We hebben hier de blueprints gevonden, Daaf. Dat waren we hier aan het doen. Dus nu is het de bedoeling om hier weer weg te gaan. Tenminste, dat lijkt mij een heel erg goed idee. Hi. Hebben we deze blueprint ook al? Zullen we zien wel? We zien hier ook nog een poster. Nou, we hebben de blueprint data. Kunnen we... Oh, we kunnen naar buiten. Mooi. Oké, ik denk dat het het beste is om heel eventjes te regroupen. Eventjes terug langzaam te verbranden. Nee, ik denk dat het eigenlijk geen verkeerd idee is om dus inderdaad hier... I just wet myself. Maar ik denk dat het een heel erg goed idee is om inderdaad nu heel even terug te gaan. Even te eten en dan weer terug te gaan. Is er trouwens ergens stuff te vinden in je lifepod? Of die is al helemaal leeg geplunderd? We hebben alles meegenomen van onze lifepad. En wij gaan nu gewoon terug naar de Bubble Base. Ik ga je schokken. Ik ga je schokken. Je laat mij gewoon maar rust. Je laat mij gewoon maar rust. Want ik schok je. Oké, goed zo. Je laat me gewoon maar rust. I'm just keeping swimming. Ik ga je schokken hoor. Ik heb een schokkende. Ik laat heel... schok je helemaal suf. Ah, die jumpscare jongens. Oh. I want to hear it. Volgt hij ons? Nee? Oké. Okay. Ik heb Vaporeon hier bij me. Ik zit hier op mijn schoot. Alles komt goed. Alles komt goed. Toch? Weet je wat ik moet doen? Nee! Ik wel. Ik moet de zenuwen een beetje wat minder gaan gooien. Dus wat ik ga doen, is ik ga gewoon in Discord, in de livestreams. Misschien dat er iemand even mee wil babbelen onder water. Weet ik veel. Een beetje meer co-commentation. Misschien dat ik iets meer rustiger ga worden. Maar echt serieus. Ik ik kan hier niet zo slecht tegen. Even wachten hoor. Ik moet heel eventjes mijn gebruikers. Want anders krijgen we daar weer die glitch mee. Daar heb ik weinig zin in. Dus goed, dan zou die nou niet moeten gaan glitchen. Tenminste, dat hoop ik. Zo. It's not a game, it's reality. Het ergste is, er zit nog zo'n rotviool-beest daar. Dicht in de buurt. Nou, het makkelijkste is, deze kunnen we dan gelijk eventjes hier weer in opgooien. Welcome aboard, Captain. Ah, dat is jammer, Daaf. Maar dat maakt niet uit, je bent gezellig mee aan het chatten, dus vind je er toch wel een beetje bij zitten. Ik ga er in ieder geval niet bij, ik ben zelf ook geïrriteerd omdat hier dingen niet lekker werkt. Ah, dat is heel erg vervelend om te... Mimmy die is bezig op het moment met onze Realm Discord server in verband met er is een hele grote update. We zijn één versie verder, we zijn nu op 1.14. Which... Sounds really good. Nah, ik heb geen zin. Ik heb groenten. Ik heb ergens mijn vegetables.
Maar goed, in ieder geval de optie is er. Dat bedoel ik meer te zeggen. Oké, okay, nou. Lekker gegeten. Mooi. En dan wil ik er nog twee eventjes zo pakken. Want we verliezen stroom, zo te zien. Dus heb ik het gevoel... Nee, hij is nog goed active. Het liefste zou ik er een ei in willen gooien, maar laten we dat maar niet doen. Ik hoop in ieder geval wel dat je het gezellig vindt, Mumeet, dat je er gezellig bij bent. Tenminste, ik hoop dat je het gezellig vindt. Oeh. Acid shrooms. Nice. Kennen we daar iets mee? Hallo, vriendjes. Ik kom hier om eventjes een ei te droppen. Ik weet niet wat eruit komt. Oeh. Hier. Ik kan hier gewoon een farm in maken. Nice. Geloof me, als iemand dat kan, dan is het Mumei wel. Ik heb Mumei echt zo... Echt, die doet gewoon hocus pocus ondertussen met die dingen. Die is er echt heel goed in. En dat is niet om te slijmen of zo, maar hij is er gewoon echt heel erg goed in. Oké, nou deze twee die zijn vol, dus die wil ik gelijk heel eventjes dan alvast uithalen. Ik kan heel eventjes kijken welke andere leeg zijn in de Aquamente. En dan zou ik zeggen van, wij gaan heel eventjes kijken of wij wat nickel ore kunnen vinden. Want nickel ore zorgt ervoor dat wij onze grote sub mee kunnen nemen. En onze grote sub... Hopelijk dan daar 800 meter diepte. Want ja, de grote sub kan nog niet op 800 meter diepte. Deze kan maar op 500 meter diepte. Dus En dat is een beetje een issue. Hallo. Oké, jij zit op 100%. 64. Het is niet echt een heel groot verschil. Maar we kunnen het dier even uithalen. No vehicle is docked. Goh. Het enige wat ik een beetje namelijk eng vind is... We nemen best wel een klein schip... ...ergens heen. Het probleem is dat je foutmeldingen zonder details krijgt. Je bent zelfs bang dat Mojang daar naartoe moet gaan kijken. Oeh. Dat is wel heel erg extreem. Dat is niet goed. Ik ben nog steeds aan het bijkomen van de jumpscare die Belgium Wolf heeft gedaan. Nogmaals bedankt voor die support trouwens, Belgium Wolf. Ik weet dat ik er een beetje misschien noise of zo op reageer. Maar hey, ik heb die functie erin gegooid op advies van diverse kijkers. En als ik het echt helemaal beu zou zijn of zo, dan zou ik de functie er echt wel uit hebben gehaald. Dus wat ik wel jammer vind is dat er... mijn telefoon niet gaat. Ogenblikje jongens. Ik word gewoon hier gebeld nu. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ik kan deze wel opnemen, denk ik. Ik ga het gewoon even doen. Goedenavond, studio Stevie. Hier live vanuit Stevie's Base onder water, zo'n 167 meter. Hoe gaat het? Ja, en dat ging niet door in verband met. Oh ja! En hoe laat wou je dat dan doen? Ja, we hebben geen tijd afgesproken. Ja, in verband met ja, dat het ene verder niet door kon gaan. Ja, dan weet ik niet. Dan zeg ik gewoon tegen de kijkers van, nou jongens, dan gaan we woensdag verder. Nee, 8 uur is niet te laat. Voor mij niet hoor. Voor jullie denk ik dan misschien, maar... Ja? Nou, oké, okay. Dan blijf ik gewoon nog heel eventjes tot 8 uur. Dan zeg ik dan heel eventjes tegen de kijkers. Zo van, jongens, we blijven nog heel eventjes tot 8 uur. Dan ben ik om 8 uur ben ik dan bij jou. En dan morgen ga ik nog wel even verder met de kijkertjes.
Ja, doen we dat. Oké. Doegies. Dat was mijn moeder, jongens. Ik zou nog film met haar gaan kijken. Oeps. Oeps. Ik heb ergens een denkfout gemaakt. Maar geen zorgen, dan vervolgen we de stream morgen gewoon dus nog verder. Het zal niet alleen met Subnautica zijn, we zullen echt nog wel een andere game erbij pakken. Maar, ja, aangezien dat we dus nou wat korter streamen dan als normaal, dan... we kunnen tot 8 uur streamen in ieder geval. Dus even een hele vriendelijke reminder van jullie uit naar mij toe. Willen jullie mij er een beetje op wijzen van... Stevie, het is bijna 8 uur of zo. Op het moment dat het bijna 8 uur is. Want ik ben al vergeetachtig. Want ik ben helemaal deze filmavond vergeten. Mijn excuus daarvoor. Plus, ik neem Melvin gewoon mee. Het maakt mij helemaal niks uit. Ik neem Melvin gewoon mee. Melvin die is nou gewoon hier. Zo, samen met mij. Zo, hier. Dit is Melvin trouwens. Degene van de Minecraft. Dus ik ben al blij dat hij nou niet raar doet tijdens de greenscreen. Maar goed, dankjewel voor Daaf. Ik heb best wel lang al die ringtoon eigenlijk. Hoe lang heb ik die ringtoon? Details. Goed, nou, terug naar het topic. Waar waren we mee bezig? Oh ja, we moesten Nickel Ore moesten we zien te vinden. Ik weet dat Jasper Jan is onze titaniumgast. Belgium Wolf is onze medkit engel. Die ons heel veel medkitjes geeft. Vuurengeltje, die was volgens mij... Weet ik niet meer. Oh ja, van de technische zooi. Ik denk dat we dan heel eventjes... Eevee Lover even wat water moeten geven. Want we hebben echt heel veel water bij ons. Waar hebben we... Hier. Ja, die heeft echt heel veel water. Ik heb gewoon liever gewoon water heb ik liever bij me. Laten we nog heel eventjes één water van mijn loontje eventjes pakken. Mojang is het bedrijf dat Minecraft ontwikkelt, ondersteunt. Ja, creëert, updates creëert denk ik en noem het maar op. En op het moment dat er dus echt inderdaad geen foutmeldingen zijn of dat er foutmeldingen ergens intussen zitten, ik weet niet precies hoe. Ja, dan kan het nogal best wel lastig zijn. Kan ik deze eigenlijk ergens plaatsen? Hoe groot is dit ding? Nee, kom hier. Ik heb de shelf plaatsen hier misschien, als ik hem kan draaien. Het enige probleem is, ik ben bang dat ik hem niet kan draaien. Ik zie je dan, want dan ga ik automatisch scrollen. Dat is echt vervelend. Ik kan hem wel een beetje scrollen zo. Ik kan hem zo neerleggen. Leg hem daar maar even neer. Plaats hem. Plaats hem. Dank je. Goed. Hebben we dat ook weer gedaan. Ik pak er dus nog heel eventjes een watermeloentje bij. En dan gaan we gewoon die ene locatie op. Waarom ook niet? Anders blijven we te lang op deze basis zitten tijdens deze livestream en dat is niet de bedoeling. De filmstreams die we zaten te kijken, dat is ook wel leuk. Misschien een leuk onderwerp om heel eventjes te vertellen ondertussen dat ik in mijn eigen huis weer verdwaald ben. Omdat ik nog niet eens weet dat ik hier 300 rondjes aan het lopen ben. Aangezien dat ik namelijk gewoon op zoek ben naar mijn watermeloen. Dat ik nog niet eens weet waar ik bij mijn watermeloenen kan komen omdat ik verdwaald ben in mijn eigen huis. Nam! Oké, ik pak er nog één. Nam! Goed, nou. We zitten vol met alles. Let's go. Wij nemen Wave 2.0 nemen we mee. We moeten naar het zuidwesten. Welcome aboard, Captain. All systems online. Als het goed zit daar onze gezonken schip. Even kijken, zit hij dan meer zuid van ons? Oké, rechts-zuid, dat is de bladkelp, dus wij moeten echt zuidwest aanhouden. Spannende cave, wij moeten volgens mij de spannende cave zelfs nog voorbij. En ik hoor geluiden die ik niet wil horen. Maar ik weet in ieder geval dat het zuidwesten wil aanhouden. Wel een beetje jammer dat er geen klimanimatie is op de ladder en de basis klimt. Ze teleporteert gewoon een beetje naar boven beneden. Ja, nou, er is wel een soort van klim, maar ja, daar is het game niet echt op gebaseerd.
Tenminste, ik dacht dat het een soort van klimanimatie was, maar... Don't quote me on that. Oh nee, wacht, dat was de duikanimatie waar ik nou aan zit te denken. Dat is wel jammer. Oké, in ieder geval, het is heel erg belangrijk, want we willen dus een Hou je mond! Ik ben al bang genoeg voor die andere grote beesten. We willen dus een bladkelp plek vinden. En deze spannende cave, die zit dus hier ergens. Ik pak heel eventjes de map erbij, jongens. Ik pak heel eventjes de map, sorry. Who needs a map? I do. Oké. Ik denk dat ik die beacon van de spannende cave eventjes weer mee wil nemen. Zodat we de bladkelp aan deze kant kunnen vinden. Want de bladkelp aan deze kant, dat is een veiligere weg als... Nou, niet de bladkelp, maar mij nou de blad... Hoe heet die pijn nou? Ja, bladkelp. Ik zeg het wel goed. Ik denk zelfs dat we nou daarvoor een beetje meer naar het westen voor moeten zelfs. Dus ik pak gewoon even die beacon op, want... De spannende cave, daar zijn we al geweest. En die loopt niet naar de plek waar dat we eigenlijk naartoe willen. Dus ik wil zeker die beacon eventjes meenemen. En volgens mij moeten we dan naar het westen toe. Want het enigste oriëntatiepunt wat we hebben... ...is het schip. Hou je mond! Er is maar één iemand die mij mag laten schrikken. Nou ja, eigenlijk meerdere. En dat zijn mijn kijkers. Dat zijn de enigste die mij mogen laten schrikken. Voor de rest, donderen en top. Ja, dit is die ene spannende cave. Daarin hebben we een beacon die we eventueel zouden kunnen vinden. We hebben hier namelijk niks meer te zoeken. Dus we nemen deze mee. Goed. Eens even kijken. Want dit is de Cressy Plateau Scalp Forest... En wat is dat hieronder dan? Sparse Reef. Sea Trader's Bed en de Dunes. Oké, ik ga eens heel even kijken waar dat we nou van het schip zitten. Oké, we zitten aan de achterzijde van het schip. Dus ik neem aan tot we echt het westen nou aan moeten houden. Gewoon puur het westen aanhouden nu. Goed. En rustig blijven, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dit is hem. Hier moeten we wezen. We hebben het snel gevonden, jongens. Oké. Dan weer de beacon plaatsen. Dit is de intree naar het diepe en het ondiepe. En er zit hier iets waar ik niet blij mee ben. Goed. Hallo SOS. Oké.
rustig. Ik kan schokken hoor, jongens. Dadelijk ook nog lekker film kijken hoor. Maak mij niet bang. Ik neem de quartz mee. Wat ga je er tegen doen dan? Hier, zie mij het quartz pakken. Zo. Ik was het niet, oké, ik laat je kwart liggen. Ik zou je kwart laten liggen, ik serieus. Laat mij alleen. Alleen met al mijn verdriet. Oké. Ik laat de kwart liggen. Nee, toch niet. Ik heb scheid aan je. Ik pak gewoon de kwart. Jij bent gemeen tegen mij, dan ben ik gemeen terug. Stink. Je bent lelijk. Ga nou wel heel diep. Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Wil jij uit mijn buurt blijven? Wat is dit? Is dit een nucleaire zooi? Kun je mij... Ik heb ook oh, hoi! Ik heb ook stroom. Wat is dit? Het lijkt als een gigantische steen. Is dat van jou? Wat is dat? Eigenlijk moet ik nou... Oh boy. Ik moet uitstappen. Kan ik... Waar is mijn scanner? Wil jij mij met rust... Oké, serieus, jij vraagt hier gewoon om. Bam. Ja, laat maar gewoon met rust. Ik schok terug, hè. Oké, dan moet ik echt hem repareren. Want echt, als dit ding kapot gaat, dan is game over. Oké. We moeten die dingen scannen. Please don't hurt me. Nuclear reactor. I want it. Ik zou er nog ergens eentje liggen. I'll just take this. New blueprint acquired. New blueprint awkward. Ik ben weer weg hier. Oh nee. Dit is de Lost River. Heb ik medkitje bij me? Ja, oké. Welke nieuwe games dat ik wil gaan spelen? Er is een remake die er aan zit te komen die ik eigenlijk wil gaan spelen. Oh, hoi! Don't. Opdonderen. Nee, waar ben je? Laat me maar rust. Je moeder is lelijk. Ik zei laat me maar rust. Wil je nog meer? Ja, laat je hem nou maar rust. En jij ook. Oh boy, we hebben 51%. Het spel. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Oké, okay, let's go back here. Gently. Ik moet hem repareren. Kom op, repareer hem. Welcome aboard.
aboard, Captain. Het enige wat ik weet over de Lost River is dat het gevaarlijk is en dat de Nickel Ore hier te vinden is. Dat is het enige wat ik weet. Dit ziet eruit als Nickel Ore. Is dit Nickel Ore? Nee, is goud. Dude, serieus, ik kan schokken. Laat me met rust. Nee. Waar is mijn... Goed, zit ik hier veilig in? Doet dit mij damage? Ja, dit doet damage. Het is een soort van acid water. Oké, willen we dit dus doen? Oh boy. Als we dit willen doen, dan moeten we dus de andere hebben. De andere ding. Darn it. Oh, daar zit dat beest ook weer. Ik wil hier ook niet langer blijven. We hebben Nickel Ore nodig. Wat is dit? Is dit Nickel Ore? Titanium hier, echt serieus. Dat we hier echt een prawn suit nodig hebben. Hi. I just peed a little. Wat ligt hier dan onder? Ik weet zeker dat die stenen hieronder liggen. Hi. Oh, je hebt je broertje meegenomen. Nog erger. Daar is de basis naar huis. Nee, ik ben hier niet. Wat is dat? Dat is allemaal limestone. Ik herinner me echt dat... Hallo? Ik kom in vrede. Precies, Evie. Oh. Nee, ik ben hier niet. Ik wil hier weg. Mag ik alsjeblieft hier weg? Oh mijn god, wat is dat? Nee, ik ben hier niet. Jij bent lelijk, je stinkt. Wat liggen hier roepies? Blijf dat ding daar. Like this. Oh, het is hier warm. Ik wil hier niet... Het is hier 65 graden beneden. Misschien moeten we een heat resistant... pakje of zo hebben of zo.
Of we zitten gewoon te dicht bij een vulkanische ding. Dat verklaart een hoop. We moeten die nikkeloor vinden. Omdat ik weet dat jij er een heel grote fan van bent. Volgens mij is dat een nikkeloor. Is dat nikkeloor? We hebben een nikkeloor, jongens. Oké. Even wachten. Is die veilig? Repareer dit ding. Is dat een cave? We hebben maar 3 nikkeloor nodig. Ik ga Fluff toch niet vragen om onder water te gaan. Hi Fluff. Oké, hoe giftig is dit spul als je er zo onder zwemt? Pijnlijk. Maar als het moet voor de nikkeloor... We hebben een medkit bij ons. Jij bent... We hebben er al 2. We hebben al 2... Nee, wacht eens. Dat is crystalline sulfur. Dat lag eronder. Oké. Maar we hebben een nickel ore echt nodig. Dus de nickel ore is gewoon overal te vinden. Duidelijk. Belangrijke informatie. Maar jongens, onze missie is dus nickel ore te vinden. Om precies te zijn, nog 2 stukjes nickel ore. Ik doe voorzichtig. Ik heb jou met kitje meegenomen, Belgian Wolf. Ik heb een medkitje meegenomen van jou uit. Wat ligt daar? Wat is dit? Is dit weer een creature-ei? Ik neem het gewoon mee. En ik zal ook nog eens even wat water drinken. Maar onze missie... Ligt er daar nog een? Nee, dat is limestone. Denk ik. Of niet? Volgens mij is dit limestone. Yep. Hi. Hier is een idee. Als jullie nou eens eventjes handel met jullie pet. Ook een... Nee, is ook limestone, denk ik. Nee, dat is een diamondstone, denk ik. Don't you dare to sneak up on me. Zeg ik in één keer heel erg polite in het Engels. Dat is lithium. Damn, wat is die, zijn die stenen zeldzaam. Er is genoeg quartz hier te vinden, dat is zeker. Ik herinner me ook dat er ergens hier een boom was of zo. Eens even kijken waar hier beneden nog ligt. Er is ook zo'n gesloten cave. Wacht, was het? Nee, is... Kom op, we hebben maar 3 van die stenen nodig, dan kunnen we weer weg hier. Dan kunnen we onze Big Bertha meenemen. Kunnen we tenminste ergens in rammen. Oké.
denk tot dat daar nog. Ja, dat is een stukje. Welcome aboard, Captain. All systems online. Nog maar eentje. Nog maar één nikkel hoor, dan kunnen we weg. Nou, hier is veel te warm voor dit op te pakken. Als jij daar blij van wordt, dan mag jij dat beest zo noemen, inderdaad. Oeh, we worden een beetje warm. Overkookt. Staat er nog eentje hier? Nee, is. We hebben een empiel ei. Oké, okay, whatever that is. Fine, dat is lithium. Ik ga het pakken. Water is hier 52 graden. Dat is warm. Kan ik hier wel uitstappen? Ja, ik kan hier uitstappen. Oké. Okay. Laten we hem healen. Oké, okay, dat gaat heel snel. Medkit. Poef. Oké, okay, ik ga daar niet meer onder water. Ik ga daar niet meer onder. We weten dat het erboven ligt, dus we pakken het gewoon allemaal erboven op. Maar we gaan niet meer onder het groene water. Het groene water is veel te dodelijk. Daarvoor hebben we echt dat andere spul nodig. Eén zo'n kristalding nog. Dan kunnen we gaan. Dan kunnen we naar huis. Dan hoeven we niet meer bang te zijn. Dan kunnen we onze Melvin meenemen. Dan kunnen we een nucleaire powerplant maken zelfs. Zo te zien is onze batterij weer leeg bij ons thuis. Nee, dat is hij ook niet. Het probleem is dat het spul ziet er zo apart uit. Hé, hey, Super Mario. We hebben het. We hebben het. Oké. Okay. Goed. Let's get the floop out of here. Waar is het spookje? Oh mijn god, hoe ver gaat dit door? 800 meters diepte zou er... Wait. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. No sh no. Waarom moeten we dit nu vinden? Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads: caution. Hazardous materials and life forms contained within. Op het moment dat het mij iets boeit.
Ik hoor die geluiden, met die geluiden ben ik het al niet meer eens. Ik ben er al weg. Plus, we hebben meer voedsel nodig. Oké, okay, we weten dus waar het is. Als we de tunnel gaan volgen, dan komen we bij een hele grote boniegebied. Bij dat boniegebied moeten we ergens rechts afslaan. Dan komen we het van eigenlijk wel tegen. Ik heb honger. De man die heeft honger. Ik heb honger. Mag ik naar huis? Alsjeblieft naar huis. Smakelijk de man. Wat is dat? Ik kan je schokken. Oh boy. Nee, je hebt mij niet gezien. Please don't see me. 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 I'm leaving. Ik wil alleen maar weg. Ik wil alleen maar naar huis. Ik wil alleen maar naar huis. Ik durf nog niet eens meer achterom te kijken. Ik durf echt niet achterom te kijken. Ik wil alleen maar naar boven. Ik wil alleen maar naar boven. Dit ziet er heel erg mooi uit, alsof dat je een rit neemt in de Efteling bij de Droomvlucht. Maar ik weet wat er achter me zit. Ik ben er niet! Ik weet niet of je nog steeds achter me zit. Ik ga niet achter me kijken. Ik ben er niet. Laat me met rust. Alsjeblieft, laat me met rust. Ik wil hier naar huis. Ik lach, maar ik heb dood hier. Dat is de weg naar huis. Ik ben bijna thuis. Wacht eventjes, dat is west. Dus oost van ons kunnen we heel makkelijk... Oké. Okay. We zijn veilig thuis. We zijn thuis. Welcome aboard, Captain. Oh, jongens. I didn't like that. Oh. Ik heb heel even een momentje nodig. Dus, hoe is het in de chat? Minecraft Rams wil alsjeblieft absoluut niet meewerken. Oeh, dat is ook niet echt fijn. Oh, dat is het engste wat ik ooit heb moeten doen. Oh. Swim, berichten van net zag. Hey Fluff, eet. Hopelijk dat nu van alles meer beter gaat. Hé, wat? Oef. Oh, ik weet niet wat ik gemist heb. Ik weet wel dat JB'tje heel graag wat quartz wil hebben. Dus ik drink heel eventjes mijn eigen smerige water op. En dan gaan we maar heel eventjes... En jou gaat het in ieder geval heel erg prima. Ik moet zelf even in real life ook even wat drinken. Oh...
Mario, dat zijn niet echt de dingen waarin dat je hier moet over praten. Het is goed dat je een ruzie hebt opgelost, maar we hoeven niet te veel details te weten. Oh, jongens toch. Calorie intake recommended. I know, I know. Stevie man, volgens mij hebben we geen koppen meer. Lood hebben we niet meegenomen. Koetsmax ging voor het zilver. Daar hebben we wel wat van. Tiatmar die ging voor het gold. Evilover was onze voedsel en alles gebeuren. De man was voor de batterijen. Nou, we hebben helaas geen batterijen. Oh, wacht, ik heb wel één lood bij. Poef. Ik heb nog één titanium zelfs bij me. Jaspian, alsjeblieft. Fluff! Rubies. Daaf had lithium. Daniel die had table. SOS die had de loop dingetjes. Niku die had vloeibare dingen. Menemil die ging voor de magnetite. Saskia die had de crystals. Thomas die heeft ook titanium. Dus Mume die heeft de tandjes en een bloedoil. Dolphin die heeft uraninite. Men had batterijstuff. Heeft eigenlijk niemand diamonds? We hebben helemaal geen diamonds meer. Wacht eventjes, was... Nee, daar heb ik lithium. Het lijkt me ook logisch dat Niku eigenlijk eventjes de nickel ore even bij mag hebben. Omdat ze allebei beginnen met Nick. Menemil heeft dat, ja. Saskia die heeft dat. Ik ben ze ondertussen allemaal... Thomas heeft heel veel titanium. Weet je wat we doen eventjes, Thomas? Ik maak heel eventjes van jouw titanium. Maak ik heel eventjes een titanium ignit. Want ik weet dat we daar plasteel nodig hebben. Dus, pardon. En plasteel maakt hij met 2 lithium erbij. Oké. Okay. Je hebt een redelijk goede dag op je werk gehad. Dat is altijd goed nieuws. Oh, wacht eventjes. Ja, ik had honger. Oeps. Vital signs stabilizing. Ik heb nog meer honger. Dank je. Oké, hoeveel ruimte heb ik eigenlijk nou om te planten? Veel. Nou, als ik er 3 sla. Kom hier. Zou ik nou een hele rits kunnen planten en dan zitten we dadelijk weer helemaal vol. Wat goed is. Oké, nou in ieder geval, we hebben dus onze missie hebben we gehaald. We hebben 3 dingen te pakken gekregen. Met mij. Huishoudelijke dingetjes gedaan. Mijn moeder geholpen eventjes met de pc. Kennis gemaakt met een bedrijf. Stofzuigen. Heb ik eigenlijk vandaag nog meer gedaan. Een beetje opgeruimd. Redelijk geslapen. Ook al ondanks de temperatuur. Dus. Ik vind het eigenlijk iets boeiends. Nou ja, sowieso dat ik dus nog dadelijk film ga kijken met mijn moeder. Dus je moeder! Dan ga je daar ook mee film kijken. Je moet nog boodschappen doen. Ben je dan niet een beetje... Nou ja, winkels die zijn sowieso tot 9 en bij sommigen zelfs tot 10 uur open. Dus beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Maar goed, in ieder geval, wij willen dus een nucleaire powerplant maken. Ik heb eigenlijk nog niet eens gekeken. Wat hebben we nodig voor een nucleaire powerplant? Habitat builder. Die staat daar niet bij. Die staat hierbij. Waste disposal. Die is wel handig om die erbij te zetten. Trashcan. Oké, eens eventjes kijken. Plasteel Ignit, Advanced Wiring Kit en 3 Load. Plasteel Ignit is geen probleem. We hebben echt daar genoeg van. Advanced Wiring Kit, we hebben meer koper nodig. Het enige nadeel is, we hebben hier nergens geen koper. Night at the Museum 3. We hebben 1 en 2 hebben we... Zaterdag?
Maar ik ga weer bits halen, dus ik ben er zo weer. Dat is goed, Mario. Nou, sowieso is er morgen dus ook nog een livestream, omdat ik ben dus helemaal vergeten dat ik mijn moeder beloofd had van... Oeps. Maar goed, Advanced Wiring Kit. Daar hebben we toch copper wire voor nodig. Ik ben nou met veel te veel dingen tegelijkertijd bezig. Even kijken. Daar hebben we een wiring kit voor nodig. Colt en een computerchip. En dan met een computerchip, daar hadden we een copper wire voor nodig. En copper wire eist 2 gold. Damn it. Er zit hier nergens... Koper is tot nu toe nog elke keer een issue geweest. Heb ik het ei daar trouwens alweer ingetropt? Nee. Oh ja, niet te vergeten natuurlijk de hartaanval die Belgium Wolf me heeft gegeven. Nogmaals bedankt voor de support. Niet zo bedankt natuurlijk, want het was heel goed getimed. Een beetje te goed getimed. I'm getting too old for this shizzle. Zet het dan uit als je er niet tegen kan, zeurkous. Ik kan er wel tegen. Ik ben... I'm a big boy. I'm a really big boy. I can do it. Wat wou ik nou hebben? We moesten koper gaan halen. Oh ja, ik wou deze... dit ei wou ik heel eventjes in een... tank stoppen. En onze... Oh, we hebben nou een elektrische vis. Oké. Okay. Ben ik benieuwd wat dit voor een ei is. Oh. Maar goed, in ieder geval, Reaper Leviathan is eng, maar dat blauwe beest is nog enger. Maar die zit ook alleen maar zo heel erg diep. Goed. Wij hebben koper nodig. Dus... Ik drink wel heel eventjes wat van mijn eigen vieze water. En ik neem wel Peter Walker even mee. Welcome aboard, Captain. Ja, dankjewel. Trouwens, heb jij nog stuff in jouw storage? Een lithium. Nou, daar kunnen we mee leven. Enter. Zou fijn zijn als we eigenlijk zo'n dis... Even kijken, dit was mijn krapping ook, hè? Wee! Is mijn krapping ook, ja. Er zit nog een ei in, inderdaad, maar volgens mij is dat een cuttlefish. En die hebben we eentje gehad, maar die heb ik niet meer bij mijn basis rondzien. En dat vind ik eigenlijk best wel zielig. Dit: gold. Oh ja, aan de andere kant, gold kan wel handig zijn. Ik weet niet meer hoeveel gold dat we op het moment hebben. Ja, Wacht, is dat daar ook een goldberg? Nou, laten we eerst eventjes dit op drillen. Nee, blijf hier, Melvin. Ik wil dat je bij me blijft. Ik vind het eng. Tenminste, als we dan nog uit deze ellende komen, dan kunnen we tenminste nog aankomen met ik weet niet hoeveel goud. Diamond zou er dan beter zijn geweest, maar I don't care. Hi, geef me. Ik hoor echt veel te veel geluiden. De entree. Ik heb liever dadelijk ook dat we weten wat de entree 2 eigenlijk is, waar we uit zijn gekomen. Misschien was het echt wel beter geweest als we beacons mee hadden genomen. Maar ja, het probleem is, als we dus beacons mee willen nemen, nogmaals, volgens mij is dit ook goud. Ja, we hebben nou wel genoeg goud. We hebben echt... Dat is titanium, denk ik. Ik weet niet wie er zo aan het schrillen is, maar schei er mee uit. Wat is dit? Cyclops Hull Fragment. Dat hebben we niet nodig. Gelukkig, dat is anders. Kun je pas vragen voor een rol later. Hey, Belgium Wolf, ik ben pas 20. Schij uit.
Dat is een beetje te... Die vind ik niet aardig. Wat is dit eigenlijk? Wie is dit? Kan ik dat niet zo oppakken? Lijkt me niet. Wat is dit? Oh, zilver. Die was wel heel erg gemeen, Belgium Wolf. Is niet echt vriendelijk. Oké, okay, dat is dus lood of zilver. Ja, daar heb ik dus weinig aan. Maar volgens mij is dit ook de hoek van... Hi. Dit is een hoek van zo'n eiland. Daar willen we niet heen. Ja, ik weet het. Mijn thruster is leeg. Ja, misschien moet ik even wat extra zout hier vinden. Oh, maar daar kan koper in zitten. Hey, 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 hey. Ah, dat is titanium. Zout! Opgedonderd. Ik haat het als we koper nodig hebben, want koper denk ik, is best wel een zeldzaam oor. Hi. Jij koper? Nou, komt iets naar beneden. Volgens mij is het... Titanium, tuurlijk. Ik zit altijd voor mijn flauwe humor, dus zo erg is het niet, Belgium Wolf. No worries. Al zou het wel fijn zijn als we even wat koper kunnen vinden. En het grappigste is, volgens mij hebben we ook maar één koper nodig. Dat ziet eruit als koper. Hey! Jat hij nou mijn koper? Hij heeft mijn koper gejat! Auw! Niet bijten! Ik wil mijn koper terug. Dat is geen koper. Wat de... Zeg vriend, als jij zelf eventjes opdondert. Ik weet niet meer. Hi. Je vraagt erom. Met een heel stout beest. Oké, weet je wat we doen? Elke keer als we zo'n ding tegenkomen, zo'n limestone, dan pakken we het gewoon zelf op. Dan gaan we gewoon heel eventjes hier uit. Ik bedoel echt serieus, dit is niet een gevaarlijk gebied. Dit gebied valt eigenlijk reuze mee qua gevaar. Is dat limestone? Daar is limestone. I don't care. Copper, nice. Titanium, iets minder nice. Ding is naar beneden gevallen. Maar goed, we hebben nog één copper daar thuis liggen. Dus als het goed is kunnen we nou dus een nucleaire powerplant maken. En dat zorgt ervoor dat ons powerprobleem heel snel opgelost is. Dus... Let's go back.
Al dat gegrom hier overheen is nergens voor nodig. Kijk. Nou, dit is snelheid maken. Niet likey. Die grom minder likey. Dat kopper? Nog meer kopper, nice. Ik heb geen idee waar we zijn nu eigenlijk. We kunnen zo snelheid maken en daar ben ik wel blij om. Ja, dit is die gouden, dit is die gouden berg. Nou, we kunnen net zo goed meenemen. Ik bedoel, we zijn nou toch. We zijn op terugweg. Ik weet niet of dat ding zo aan het grommen is. Ik weet niet wat er aan het grommen is. I don't like it. Oh, storage is vol. Maakt niet uit. Hey. Niet happen naar mij. Haal toch even iets uit die storage. Plink, 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 plink. Zo. Welcome aboard, Captain. Dank je. Mochten we nou nog zo'n gek steentje tegenkomen, dan kunnen we tenminste het wel opminen. Wat voor resource dat het ook is. Stel je voor dat we koper tegenkomen. Nou, volgens mij is dit een lithiumberg, maar... Lithium is net zo goed belangrijk. Onze beacon is gewoon helemaal hier. Oké, whatever. Ik ben weer tot rust gekomen. Nou, ik heb in ieder geval wel het voordeel. Ik voel me gelukkig nog niet zo van... Goh, ik zit al in de tig. Je weet wel dat 11-jarige ervaring. Je weet dat ik niet hou van over mijn leeftijd te praten. Want age is just a number. Ik bedoel, serieus, weet niet, ik zit hier heel mooi met een Vaporeon op mijn schoot. En waarom? Omdat die Vaporeon, die houdt mij rustig, die houdt mij kalm. Een stuf. Ik bedoel, ik kan net zo goed meenemen. Het is dat je die grap nou net maakt, maar ik had eigenlijk gisteren dat ik die grap dus ook maakte. Ik maakte gisteren die grap bij, bij onze Engelse vrienden. Doomy. Want we waren dus nog een randomizer aan het doen offstream. Kijken wat de fout was gegaan. Daar deden we dus nog een randomizer. En toen waren we dus na een tijdje waren we dus gekomen in dat Dolofpark. Heimond. En in dat Dolofpark, ja, daar zei ik dus zo van, haha, het is Link in Park. Maar dat is hetzelfde. Hoe heet Link op het moment dat hij... Oké, we hebben nog maar 80. We moeten echt heel snel een... Copper wire kunnen we nou heel snel maken, want power is bijna op. Copper wire. Hoeveel... Oké, wacht. Doen we eerst eventjes... Koetsmax. Jij was van zilver. Tiatmar, ik heb heel veel gold voor je. Niet te veel. Oké. Flareon, je hebt de rubies. Wie had ook alweer... We hebben de copper wire, hebben we. Daniel. I seek your manner. Oké, silver hebben we ook twee van nodig.
We moeten een computerchip maken. Oké, okay, computerchip. Silver wire. Advanced wiring kit. Hebben we genoeg lithium in onze inventory? Nee, nog niet. Ja, weet ik, maar we hebben het ook nog heel veel in onze storage zitten. Dus ik heb zoiets van, laten we maar even gelijk onze storage hier gelijk meenemen. Nee, Daaf, kom nou, dat is helemaal geen probleem. Ik heb echt het gevoel dat jullie denken dat wij echt super streng zijn, maar dat zijn we dus absoluut niet. Dus als we dat indruk hebben gegeven, onze excuses daarvoor, want het is dus totaal niet de bedoeling dat jullie dus... Ja, denken dat wij super streng zijn, want dat zijn we echt niet, jongens. Ik hoop dat jullie dat snappen. Goed, Daaf. Krijg jij heel eventjes deze lithium mee? Want dan kunnen wij deze powerbank, die kunnen we dan nu eventjes deconstructen, de bioreactor. En dan kunnen we dan deze neer gaan zetten. Oh, ik heb geen lood. Mario! Exercise caution when handling radioactive materials. Exposure risks corrupting your PTA's recording of the circumstances of your death. Oké, okay, wij hebben eigenlijk nodig voor oeps. Zeker nacht. Genoeg titanium bij. Wat een noodaggregaat of zo, waarom ik mij het uit. Quartz en titanium. Oh, ik heb quartz nodig. Oké. Okay. Oh, dankjewel, Belgian Wolf. Ja, we maken gewoon heel eventjes die nucleaire zooi heel eventjes af en dan. Bedankt, Belgian Wolf. Even kijken. Quartz, dat was voor JB'tje. JB'tje heeft quartz. Hoppakee, meenemen die app. We maken nou helemaal geen stroom meer. Ook nog eens een kopperoor. Are you really? Nou, dan weten we in ieder geval waar we dat we kopper oor vandaan kunnen halen. Oké, okay, even kijken. Steven Man, ik heb echt die ene kopper. Heb ik even nodig. Maar op het moment dat dat ding up and running is, dan hebben we dus geen stroomissues meer. Oké, okay, ik weet niet meer precies. Kan ik het eventjes checken? Nee, ik kan er niks checken. Oké, okay, Ah, hier. Reactor rod. Uranite crystal, lead, titanium en glass. Dat hebben we dus nodig. Oké. Okay. Zover ik weet, volgens mij niet. Volgens mij kan het niet ontploffen. Tenminste, ik hoop het in ieder geval niet. Dolphin die had... Oké, okay, laten we er 3, 6... We doen er even 9. Hebben we 3 glas nodig. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, okay, waar hadden we nog meer voor nodig? Even kijken. 3 lood en 3 titanium. 3 titanium hebben we bij ons. 3 titanium hebben we dat bij ons. Ik heb niet goed gekeken. 3 titanium hebben we bij ons. Dan nog alleen maar 3 lood, denk ik, hè? Ja, 3 lood. Want er is een plek waar dat we namelijk genoeg stroom hebben. Ik heb nog wel gold even voor Tiat. Zover ik weet kan het niet ontploffen. Tenminste, laten we hopen dat het niet kan gaan ontploffen.
Nou, misschien moet ik ook even wat eten. Nou, ik kan straks ook nog. Wel, we moeten heel eventjes naar de plek waar we stuff kunnen creëren zonder dat we daar de stroom voor nodig hebben. En dat is onze eerste huis. We hebben nog 10 minuten. Ah, dat lukt wel. Zover ik weet kan... ik heb het nog nooit meegemaakt dat er eigenlijk iets met die nucleaire zooi eigenlijk gebeurt. Tenzij dat je... ik heb eigenlijk dat nog nooit gezien, dus... Misschien als je dan geen nucleaire disposal hebt en je laat het te veel rondslingeren ofzo, dat het dan schadelijk kan worden omdat je dan veel damage neemt. Maar als je een disposal neerzet, dan verdwijnt het gewoon, dan delete je het gewoon en dan... Zou het veilig moeten wezen? Oké. Okay. Maar in ieder geval, we hebben toch het een en ander voor elkaar gekregen. We hebben de locatie gezien waar dat ze dus researchden voor meer van die rotzooi. We hebben de nuclear power ding weten te vinden waar dat we dus kunnen maken. En we kunnen dus waarschijnlijk een rocket ding maken. En wat was dat? Iets deed dat poef. Ik weet niet wat dat poef deed, maar iets deed dat poef. Zou ik daar iets poef doen? Mesmerag. Oké. Geen idee wat een mesmer is. We raken een beetje laag op onze stroomvoorziening. Ik moet morgen trouwens ook nog het engste van allemaal doen. De afwas. En zoals velen van jullie mij kennen, ik ben geen vriend van afwassen. Maar ja, afwassen is ook geen vriend van mij. Dus, even voor je vrienden. Even kijken, wat zat hier dan nog in? Volgens mij echt helemaal niks. Volgens mij hebben we dit leeggehaald. Ja, de flares die ik nooit gebruik. Ah, nou dat we hier zijn, kunnen we gratis een medkitje meenemen. Daar zal Belgium Wolf wel heel erg blij mee zijn. Goed, wij willen maken 3 glas... En dan 3 reactor rods. Oké, als we die hebben, echt serieus, noemen we het bijna nooit meer druk te maken over stroom. Oké. Laten we eens heel eventjes voor stroom zorgen op onze basis. Nee, dat is de entree. Deze kant op. Richting het noordoosten. We hebben een kompas. Gebruik hem dan ook. Oké, we hebben nog 8 minuten. Ja, maar je hebt ook nog reistijd. Ah, komt goed. Geen zorgen. I know what I'm doing. Denk ik. Zeer geconcentreerd. Ik bedoel, ik ben ook alweer zeer bang geweest. In één keer, boom, weet je wel, ontploft het toch. Belgium's vraag beantwoord. Maar vergeet niet, het volgende wat we dus moeten doen, en dat doen we dus morgen. Dat is om ervoor te zorgen dat onze onderzeeër dieper kan duiken. En dan gaan we dus zeker onderzoeken wat we daar dus verder zouden kunnen vinden. Dus... die camera's die zijn ervoor om... zeg maar oors makkelijker te kunnen vinden via de scanner room. Eigenlijk een hele handige feature. Oké, zo te zien zit onze habitat niet zonder stroom. Dus we zouden onze
Wait. Welcome aboard, Captain. Okay. Zo. Oké, okay, titanium bij ons, want ik wil je gelijk wel een trashbin bij je hebben. Gelijk hier even eentje plaatsen. Zo. Oké, onze stroom is veilig. Onze stroom zou nu ook niet meer, als het goed is, leeg raken. We hebben 3 nuclear rods. Die kunnen zoveel stroom opgeven, echt serieus. En we kunnen dit zo makkelijk maken. Dat we de solar panels niet meer nodig hebben. Hey, het geeft heel veel goede stuff terug, dus... Maar goed, jongens, het is 7:55, dus misschien toch maar een handig idee om deze stream af te gaan sluiten. Belgium Morf, enorm bedankt voor je support die je hebt gegeven natuurlijk. Morgen gaan we dus verder met livestreamen, gewoon de tijd. 6:30, 6:30 of zo rond die koers, daar hoop ik weer live te kunnen zijn. En hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien. Gaan we verder met Subnautica en misschien nog een andere game. Misschien gaan we nog treintje besturen, ik weet het niet. Maar sowieso gaan we dus verder met Subnautica. Ik dank jullie voor het kijken, ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Tot de volgende livestream. En ja, als mijn moeder toevallig dit aan het meekijken is. Nogmaals, sorry dat ik vergeten ben dat we film zouden kijken vandaag. Oeps. Dus en natuurlijk de groetjes van Melvin. Doei! Bedankt iedereen! Misschien moet ik op escape drukken, weet je wel. Dan kan ik maar makkelijker hier op stream afsluiten drukken. Echt. Ik moet dit beter doen.